Yo Rob, wij zijn Zoes, ik ben Rico. En ik ben Kai. En ik ben Stefan. En vandaag zijn we uitgedaagd door de ING om de budget challenge te doen. Fuck yeah, bitch. En wat houdt het in, Kai? Dat houdt in dat we een envelop krijgen van de ING en daar staat een challenge in en die moeten we voor jullie gaan uitvoeren, weet je. Kijk man. Is prima. De budget challenge houdt in dat wij iets moeten doen van de ING, want ze hebben ons uitgedaagd, weet je. En dat staat hierin. Nou, wat staat erop? Stap 1. Koop voor maximaal 50 euro een goed skateboard. Stap 2. Doe je vetste truc en film het. Nou, ik ben benieuwd jongens. Inderdaad. Laten we ervoor gaan. Nee. Zoes. Oké, we hebben net de opdracht gekregen van de ING. We moeten 50 pikken fucking skateboards in elkaar zetten. Hoe de fuck gaan we dat doen? We moeten sowieso een skateboard hebben. Cheap skateboard van de speelgoedwinkel of zo. En daarna moeten we zorgen dat de shit gewoon goed rijdt. Dus ja, dat is het belangrijkste. Even goed shit van. Nou, want meestal als je zo'n fucking speelgoedwinkel dekje gaat kopen, wat je heel vaak doet als klein bent. 1, hij rijdt niet. 2, hij stuurt niet. En 3, die park is fucking dik en zwaar. Dus je krijgt hem heel moeilijk omhoog. Ook al kan je hem wel omhoog krijgen, natuurlijk. Ja. Maar dat is niet de grootste issue voor ons, weet je. Voor ons is het gewoon belangrijk ook gewoon dat je kan rijden, dat je kan sturen. En dan de tricks, weet je, die kan je ook op zo'n plak doen. Ook al is wat makkelijker. Dus laten we gewoon dat in elkaar gaan zetten, inderdaad. Ja, maar als we al een bordje hebben gekocht bij een speelgoedwinkel, nou, zullen jullie dat zijn, 15 euro of zo. Zoiets, ja. Dan moeten we daarna nog dan voor 35 euro moeten we nog wieltjes en trucks gaan halen. Dat wordt lastig, man. Dat wordt lastig. Hé, hey, maar luister dan, we gaan eventjes langs skate shops, we gaan even langs speelgoedwinkels, dan weet ik het wat. We gaan alles even vergelijken. En dan gaan wij voor jullie fucking vet skateboardje in elkaar zetten, weet je? €50, weet je? Moet toch te doen zijn? Helaas, weet je, fuck scoutje. Heb je een skateboard? 17 euro. Te duur, man. Veel te duur. Yo, we staan nu in de speelgoedwinkel en we gaan even kijken voor een skateboard. Dus volg mij maar, weet je. Maar ik zie hier een skateboard lachen. Dus we nemen gewoon deze. Hoe duur is deze? Deze is 15 euro. Dat is goed, toch? 15 euro voor een mooi skateboard. Maar moet je eens even kijken. Dit ding is zo slecht. En niks draait hier zo. En alles staat stil. Dat gaan wij even fucking mooi tunen, toch? Ik wil graag dit skateboard. Mag. Oké, top. Hoeveel wordt het? Nou, als je even je e-mailadres invult, krijg je nog 20% korting. Zo, dat is relaxed. Oké, dat was hem. Hoeveel wordt het? 12 euro wordt het dan. 12 euro, jongens. 12 euro voor een skateboard, hè? Dankjewel. 8 euro. Yes. Super. Hey, dankjewel. Ja, ik heb hem. Hey, super. Doei. Nou, dus we hebben lekker lopen scouten, weet je, op de internet. Ja, we hebben een paar advertenties hebben uitgezocht en uitgeprint. Ja, echt heel cool. We hebben wat goedkope shit gevonden, wat duurdere shit, maar we hebben altijd de power van het afding bij ons, weet je. Duur, weet je. Oké, we hebben dus de Marktplaats advertentie gevonden en die heeft ons hierheen gebracht. Deze kerel die wilde dus trucks en wieltjes verkopen voor 30 euro. Ik vind dat te veel, ik wil 20 hebben. Ja man, we gaan zitten even lekker hosselen. Ja, want ik ben de Master Experience hosselaar. En ik ga gewoon bij hem aan de deur kloppen en ik ga zeggen, jij wil 30 euro? Nou, ik wil 20, want dit is de fucking budget challenge. Ja! Let's go. Hou vast. Hey man. Hallo. Ben Kai. Morning. Hey, jij verkoopt trucks en wieltjes? Ja. Yep. Ik heb je advertentie gezien. Die verkoop je 30 euro in totaal. Ja, 30 euro. Nou, ik wil eigenlijk wel eerst even zien hoe het eruit ziet. Weet je, even de kwaliteit checken. Dat is natuurlijk belangrijk. Straks draait het niet eens, weet je. Allright, dat is aan de truck. Oké, okay, cool. Nou, ziet er goed uit, toch? Het zijn gewoon industrial truck. Dat is wel goed. Ja. En de wieltjes? Even kijken, wieltjes. Nou, test jij even of die lagertjes een beetje draaien. Nou, ik hoor wel wat. Ik hoor geluidje. Ik hoor een beetje mankementjes hier. Maar ze draaien wel beter dan in de thuis, dat is goed. Maar ik hoor wel mankementjes, ze draaien niet helemaal perfect. Dus ik vind die 30 euro een beetje te hoog, man. Ik zat te denken aan 20. En hoeveel andere verkopers heb je hier al aan de deur gehad van je marktplaats advertentie? Die zijn de eerste.
Oké, nou dan wil ik voor 20, anders kan je lekker de pot op. Kunnen we 25 goed? Oké, 20, ja. Hé, we doen 20, anders krijg je niks. Ah, we hebben geregeld, weet je. Kijk, Marley is een beetje chill, weet je. Die is gewoon onze vriend. Dus wacht even, ik ga het geld erbij pakken als je een momentje hebt. 20 piek voor jou. Alsjeblieft. Thanks, ouwe. Ja, lekker 20 euro trucks. Hey, ik zei toch dat het ging lukken. Oké, het is nu tijd om het skateboard in elkaar te zetten. We hebben een paar dingetjes gereedschap gepakt. En laten we het gewoon doen. Let's do this, Leroy Jenkins! Zo, we hebben het bordje omgebouwd en zoals je ziet zitten er nu veel betere spullen allemaal op. Dus laten we lekker een stukje gaan skaten. Ja, hij rijdt echt soepel, fucking chill. Hij stuurt goed. Echt, ik zou niet denken dat het een Intertoys bordje is, man. Zo, tijd om wat skateboard trucs te doen, weet je. Ik kan er niet zoveel van, ik kan wel een beetje, maar niet helemaal. Daarom heb ik mijn mat hier, Koen meegenomen, wat is dat nou? Goed. Alles chill? Ja, met jou. Ah, chill man. Hey, Koen hier zo, die ken ik al 5 jaar. Dat is een gekke inliner buddy hier ook altijd. Komt in het parkje en shit. Maar ik denk dat jou ook wel kan met een skateboardje, man. Denk. Nee? Nee. Ik vind het altijd skate. Fuck skateboard. En dankjewel Koen. Graag gedaan. We zijn echt een fucking baas houden. Fucking chill. Ja, echt goed bewust gedaan voor iemand die eigenlijk helemaal niet skate. Dit was de budget challenge. Fucking vet. Doe even een like gezegd. Download even de Fame Game app in de beschrijving. En klik even de afspeellijst hier ergens in het schermje onder denk ik ergens. Hier zijn we. En dan kan je klikken en dan heb je 5 andere YouTubers die ook een budget challenge. Fucking vet. En de Fame Game app in de beschrijving. Helemaal tof toch? Helemaal super. Ja, heel gaaf. Ja, en laat jij even je bloedjes goed zien. Echt heel gaaf. Hop, high five.